VSA Foods sluit 2022 af met gemengde gevoelens, zegt directeur Marlon Telting aan onze redactie. De belangrijkste oorzaak voor deze gevoelens is de zware economische situatie waarin het land zich bevindt, wat het voor zowel consumenten als bedrijven enorm moeilijk maakt om te overleven. Dat moet je je voorstellen, hoe doe je dat als bedrijf? Dat is een vrij grotere uitdaging. Als bedrijf probeer je namelijk het hoofd boven water te houden. En terwijl je dat doet, denk je al die medewerkers die hier in het team zitten en hun gezinsleden. Dus het is niet altijd makkelijk geweest. Vooral in een krimpende markt. We hebben een enorme terugval gehad in Suriname. Maar we hebben stand kunnen houden. En in feite, wat ons heeft geholpen in dat traject, is export naar het Caribisch gebied. Waarbij in feite export voornamelijk belangrijk is om te kunnen voorzien in de vreemde valuta om onze grondstoffen te kopen. VSA Foods heeft in het haast afgelopen jaar zoveel mogelijk geprobeerd om de consument in gedachten te hebben bij het aanpassen van haar prijzen. Voor 2023 wil de boterfabrikant een kwalitatief goed product blijven leveren tegen een betaalbare prijs. En dat is op zich al een hele uitdaging. We garanderen minimaal dat de komende jaar en komende jaren we die kwaliteit en die prijs, die verhouding gaan behouden. En natuurlijk, wie jarig is, nou dat heb jij gezegd. Dus ja, er komt zeker wat. Wat het gaat worden ga ik nog niet verklappen. Marketing is al, het team is al bezig met wat concepten. Nou, dat hele prijsbeleid is een serieuze uitdaging geweest. Je kijkt naar koopkracht en er zijn momenten geweest waarbij we zeggen van hey, even uitstellen. Wat niet meevalt is dat we, behalve dat we inflatie in Suriname hebben gehad, hebben we importinflatie gehad van producten zijn extreem duurder geworden. VSA Foods zal haar 60-jarig bestaan in 2023 samen met de gemeenschap herdenken.